Ik hou ervan om de dingen gewoon eenvoudig te houden. Kijk, er is een wet van de aantrekkingskracht. Dat is best handig om te weten, want die bepaalt wat er gebeurt in je leven. En hoe werkt die wet van de aantrekkingskracht? Heel simpel. Wat jij voelt, wat je gelooft, is wat je aantrekt in dit leven. Nou, en dan kom je op het thema. Het is dus belangrijk om je bewust te worden van je gevoelsleven. En om die gevoelens los te laten, om überhaupt in een bepaalde staat van zijn te gaan verkeren waarmee je aantrekt wat je wil. Zo simpel wil ik hem eigenlijk houden. Ja. Okay. Ik vind het gewoon super vet om toffe dingen te manifesteren in mijn leven. Ik vind het gewoon leuk. Ik ga aan op dromen hebben en mooie verlangens hebben en te kijken hoe ga ik dat aantrekken in mijn leven. Ja. Nou, en hoe? Door te gaan kijken van oké, wat geloof ik nu nog daarover? Dus als ik een lancering voor de boeg heb en ik wil daar... Stel je voor, ik zou daar voor deze ene lancering 1 miljoen willen omzetten. Hè? Dat is een behoorlijke ver van mijn bedshow. Ik voel dat ook meteen. Daar zou ik flink wat op los te laten hebben. Want nu geloof ik daar echt nog geen barst van. Oh nee, los te laten van dus problemen die er zijn. Ik moet mijn hele ongeloof en mijn twijfels en mijn onzekerheid daarover gaan loslaten. Hmm.